Lieve vrienden van de Gulden Middenweg, het is vandaag 25 juni, zondag. Het is ongeveer 3 uur. En de Gulden Middenweg heet u van harte welkom bij de 223ste aflevering van Veritas Vos Liberabit. Het heeft even geduurd. Dat komt enerzijds door het feit dat onze editor met vakantie gegaan is. Maar aan de andere kant heeft het ook te maken met het feit dat het steeds moeilijker wordt in deze tijd van een vergevorderde techniek in beeld en geluid om controle te doen op de berichten die in de pers en met name in de mainstream media verschijnen en ook die in de andere media verschijnen. Het kost dus steeds meer tijd om zaken te verifiëren en daar gaat voor mij ook steeds meer tijd in zitten en daarom doe ik ook een beroep op u om ons financieel te blijven ondersteunen, omdat alle tijd die ik investeer in deze Veritas afleveringen niet kan gebruiken om mijn inkomen te verwerven. En ik dank bij deze ook van harte alle mensen die in het verleden al giften gedaan hebben. Zonder die giften is het onmogelijk. Goed, waar wil ik het vandaag met u over hebben? We hebben de langste dag inmiddels achter de rug van 21 juni. U weet, dat is de dag waarop de meeste lichturen zijn en de minste donkeruren. Die hebben we achter de rug. De zomer die is dus begonnen. En daarmee zou ik maar willen beginnen met het offensief. Het veel beloofde en lang besproken lente- en daarna zomeroffensief van Oekraïne. Wat kunnen we daarover zeggen? Het is duidelijk dat in de grote baggerbende van het voorjaar en de winter het onmogelijk is om tot grote operaties, militaire operaties en offensieven te komen. Dat geldt zowel voor de Oekraïners als voor de Russen. En dat is dus ook niet gebeurd. Er zijn natuurlijk wel schermutselingen geweest en wat veroveringen van steden. Denkt u maar aan Bachmoed. Maar echt tot grote offensieven heeft het niet geleid. Nu de grond is gedroogd in Oekraïne en er dus grote aanvallen zouden kunnen plaatsvinden. Harde grond betekent dat grote zware vrachtwagens makkelijk voorwaarts kunnen gaan. Maar ook natuurlijk de tanks, de Gepards die men inmiddels heeft. De panzervoertuigen en wat iets meer zijn. Ja, nou dat heeft men dus kennelijk geprobeerd in Oekraïne. Het is ook een soort conditio sine qua non om verder ondersteund te worden. Het lijkt wel alsof het Westen alleen maar geld en goederen wil investeren op het moment dat meneer Zelensky zijn troepen de opdracht geeft om in de richting van de Russische stellingen te stormen. Nou, dat is ook gebeurd en dat is volledig mislukt. Er zijn mensen en soldaten die in de mijnenvelden terechtgekomen zijn. En wat we zien is dat de Russen eigenlijk kennelijk dat gedeelte van Oekraïne in bezit hebben dat ze graag in bezit willen hebben. Want ja, ze maken geen aanstalten om verder te gaan. Ze hebben zich ingegraven, daar een grote verdedigingslinie gecreëerd. En in die verdedigingslinie, dat zijn er maar liefst drie, van die drakentanden neergelegd, concertina's neergelegd. Mijnenvelden aangelegd en dat betekent dat dat leger zich dus eigenlijk ingericht heeft op een verdedigend gevecht. En kennelijk is het voldoende om of het gebied wat men heeft willen veroveren te pakken heeft gekregen, dan wel afwacht totdat de Oekraïnse krachten weer tegen die barrières aanstormen, onder vuur genomen worden om vervolgens zelf in de gaten die er tussen die hindernissen in zitten om daar uit te breken en verder op te rukken in de richting van West-Oekraïne. Dus we kunnen wel constateren met alle berichten die ik gevolgd heb van zowel het Westen als vanuit Rusland en alles wat daarbij hoort, kunnen we wel constateren dat die offensieven volledig gefaald hebben. En dat betekent dat meneer Zelensky eigenlijk iets nieuws moet bedenken om de steun aan zijn land op peil te houden. En ik denk dat die steun gevonden is in de verwarringen die er ontstaan zijn over de baas van de PMC Wagner groep, meneer Yevgeny Prigozhin.
Wat is daar nou precies allemaal gebeurd? Het is natuurlijk duidelijk dat een man als president Poetin zijn uiteindelijke machtsbasis gebaseerd heeft op de gewapende macht. En dat is het leger, de politie, et cetera, et cetera. Dat geldt overigens in het Westen, geldt dat precies hetzelfde. De marechaussee in Nederland is de ultieme beschermer van de regering en zorgt ook dat die in de macht kunnen blijven. Dus in die zin is daar niet zoveel verschil. Nou, meneer Poetin die heeft natuurlijk moeten koorddansen. Aan de ene kant zie je dat die meneer Prigozhin grote resultaten behaald heeft op het slagveld. Daar zijn ook soldaten die gerekruteerd zijn. Hè? Dat is een huurlingenleger, dat Wagner PMC. Die huurlingen zijn gerekruteerd op grote schaal in Russische gevangenissen. Dus dat betekent dat er dieven, verkrachters, moordenaars en wat iets meer zij daar aangeworven zijn en dus dienst deden in dat Wagner-leger. Nou, dat betekent dat die mensen dus ook niet een hele uitgebreide technologische opleiding hebben gekregen in oorlogsvoering en dus ook gebruikt worden als een soort voorste spits om gebieden te veroveren. En dat hebben we dus allemaal in Bakhmut kunnen gezien, waar ze straat voor straat naar voren gingen. Nou, ik weet niet of u wel eens een videootje gezien heeft over de omstandigheden in Russische gevangenissen, maar dat is iets wat anders als in Nederland. En zeker als het gaat om recidivisten en mensen die als asociaal aangeduid worden. Dat is allemaal niet erg feestelijk. Dus er is, je zou kunnen zeggen dat er bij die recrutering dat er ook een soort dwang is en misschien ook wel een schending van de mensenrechten. In ieder geval is het zo dat als die mensen dus 6 maanden diensten gedaan hebben, dat ze dan en hun strafblad kwijt zijn en dus vrij man geworden zijn. Dus ja, voor een heleboel mensen die langere straffen uit te zitten hebben in die erbarmelijke omstandigheden in Russische gevangenissen, daar is dat misschien, dat dienst nemen bij de Wagner-groep, is dat misschien wel een heel aantrekkelijke optie geworden. Dus zo is dat gegaan. Nou even wat over die meneer Yevgeny Prigozhin. Wat is er nou voor een man? Nou, en het is in ieder geval duidelijk dat hij en meneer Poetin een gezamenlijke jeugd hebben gehad, althans in dezelfde, in dezelfde stad. Hij behoort tot de inner circle van meneer Poetin. Dat geldt overigens niet voor alle figuren die ik later nog even met u zal de revue laten passeren. Hij is cateraar geworden van het Kremlin. Hij wordt ook wel de kok van Poetin genoemd. Die man die is in de gunsten komen te staan van de president en heeft daardoor zaken kunnen doen die hem geen windeieren opgeleverd hebben, want zijn vermogen wordt geschat op maar liefst $250 miljoen. Nou, ik denk dat dat nog maar een zwakke afspiegeling is van wat het werkelijk is, maar dat terzijde. Goed, hij heeft dus een cateringgroep, de Concord groep. Hij verzorgde de staatsbanketten voor het Kremlin, maar hij verzorgt ook lunches en ontbijtjes op scholen. En dat is een van zijn activiteiten. Dan is er een andere activiteit en dat is Evropolis. Dat bedrijf staat overigens op de sanctielijst van het Westen. Dat bedrijf dat krijgt olieconcessies. En als tegenprestatie levert meneer Prozhygin met zijn Wagnergroep de muscle, eigenlijk die enforcers om die oliebronnen te beschermen en ook om die te veroveren. En zo heeft hij onder andere een olieconcessie gekregen van meneer Bashar al-Assad, de president van Syrië. En de opdrachten luidden om oliebronnen die in handen gevallen waren van ISIS, om die te heroveren. En daar zie je dus dat er een soort een ondernemingstype ontstaat, waarin de ondernemer geweld belooft tegen betaling. Huurlingen zoals die Wagnergroep, die hebben natuurlijk helemaal geen band met een land, die doen dat niet uit patriotisme. Die doen dat niet uit politieke of ideologische overwegingen, daar gaat het puur om geld. En zo'n huurling, daar wordt geschat dat hij tussen de 1000 en 1200 euro of dollar per dag krijgt. Dus dat is een heel hoog inkomen, dat is natuurlijk een groot risico.
Er zijn honderden, zo niet duizenden van die Wagner-jongens die zijn overleden, doodgegaan in de strijd. Die zijn inmiddels begraven op verschillende locaties in Rusland. Maar dat is dus, het gaat om het geld. En dan moet dus ook betaald worden. Op het moment dat er niet meer betaald wordt, is het gelijk afgelopen met de strijd. Nou, dan kunt u zich voorstellen als er 10.000 van die huurlingen vechten, wat dat voor een kosten oplevert voor de staat die dat moet betalen. Dat even allemaal terzijde. We waren bij de bedrijven van die meneer Yevgeny Prigozhin. Ik blijf het een moeilijke naam vinden. Hij heeft ook een soortgelijke transactie, heeft u weten af te sluiten met zijn bedrijf M-Invest. Maria Invest, M-Invest. En dan gaat het over de goudmijn in Soedan. Daar vecht hij tegen de rebellen van Zuid-Soedan. En daar gaat het om het veroveren en het in stand houden van de goudmijnen. Ook daar dus geld voor vechten en voor de mazzel. Dan is er nog een Lobaye Invest. Daar heeft dat bedrijf dat heeft een contract afgesloten met de Centraal-Afrikaanse Republiek. Van meneer Faustin Arjange Tudera. En daar is het doelwit om goudmijnen en diamantmijnen veilig te houden. Dat wil zeggen in handen van deze dictator. En daar zijn maar liefst 2000 van die Wagner-huurlingen bij betrokken. Nou, wat is er nu gebeurd? Op de een of andere manier voelt meneer Prigozhin zich dus achtergesteld bij het Russische leger. En heeft hij een hekel aan twee van de belangrijke figuren. En dat zijn meneer Sergei Shoigu en meneer Gerasimov. De ene die is minister, Shoigu is minister van Defensie en Gerasimov is een generaal. Dan moet daarbij gezegd worden dat het voor iemand is die natuurlijk continu in de eerste lijn vecht, dat hij een hekel zal hebben per definitie. Een troepencommandant die heeft een hekel aan de mensen die bij de staf zitten, op een bureau zitten. En daar van achter een bureau allerlei beslissingen aan het nemen is. Daar is in ieder leger is daar een animositeit. Veel van die generaals die dus eigenlijk in vredestijd ook generaal geworden zijn, dat zijn natuurlijk een aantal bureaucraten. Dat zie je ook in het Amerikaanse leger. Daar zijn een groot aantal 4-sterren generaals die vooral politiek erg handig zijn en die precies weten dat ze moeten gehoorzamen en wie ze moeten pleasen en dat ze niet moeten dwars liggen en al te moeilijk moeten doen. En dat zijn natuurlijk niet de figuren die beschikken over een grote heldhaftigheid of een creativiteit in de strijd. En ja, zo zou dat dus ook in Rusland het geval kunnen zijn. Nou, Poetin die moet natuurlijk balanceren tussen enerzijds het te vriend houden van zijn jeugdvriend Prigozhin. Maar aan de andere kant is zijn macht ook gebaseerd op de minister van Defensie en de voornaamste generaal. Dus ik denk dat het geheel zich in dat speelveld afgespeeld heeft. Die meneer Prigozhin die zegt nu dat zijn Wagner-troepen, die inmiddels uit Bakhmut zijn teruggetrokken, dat die van achteraf, dus dat is uit het Russische achterland, beschoten zijn met raketten. En dat dat dus niet per ongeluk gebeurd is, maar dat dat opzettelijk gebeurd is. Nou ja, wat daarvan zei, hij had daar de buik van vol. Zo'n leider van een huurlingenleger, die moet natuurlijk voor twee personen moet hij oppassen. Dat is een opdrachtgever, maar dat is ook voor zijn eigen leger. Want op het moment dat hij zich te laks toont ten opzichte van zijn eigen troepen, zullen die troepen hem ook een kopje kleiner maken. En ik zie dat in dit verband dat hij dus uitspraken gedaan heeft dat hij te weinig munitie kreeg en dat hij het schandelijk vond dat de Russische generale staf zoveel van zijn troepen heeft vermoord, tussen aanhalingstekens, omdat ze onvoldoende middelen hebben gekregen. Wie zijn nou eigenlijk de 7 sleutelfiguren? Nou, aan de ene kant is er natuurlijk meneer Poetin, dat is u allemaal bekend. Die zit er al een hele tijd, sinds 1999 zit hij in Rusland en heeft hij de macht. Ik neem aan dat u dat allemaal bekend is. Meneer Gerasimov, die meneer Gerasimov die is dus de voornaamste generaal. Nou ja, die man die zou dus meneer Suronikin opgevolgd hebben, dat is een andere generaal.
En daarvan wordt gezegd dat hij die opvolging, dat dat eigenlijk een gifbeker is die hij overhandigd heeft gekregen en dat hij alleen maar problemen heeft geërfd. Die Sergei Surovikin wordt overigens wel de generaal Armageddon genoemd. En die is dus betrokken geweest bij de terugtrekking van de Russische troepen rond Kherson. En heeft een onberispelijke staat, maar er zijn toch twijfels over deze man. Goed, dan hebben we verder dus... Nou, die twee generaals, Gerasimov, hebben we besproken. En Shoigu ook. Een andere belangrijke persoon in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov was een rebellenleider in de Eerste Tsjetsjeense oorlog die tegen de Russen heeft gevochten. Maar later het hoofd geworden is van de Tsjetsjeense Republiek. Op voordracht van president Poetin. En die dus nu met zijn Tsjetsjeense militie en zijn strijders de positie van Wagner heeft overgenomen. Onder andere in Bakhmut. Ook dat zijn gepokt en gemazelde strijders. En ook die hebben veel ervaring in het oorlogsvoeren. En zijn dus geen bureaucraten te noemen. Dan hebben we verder meneer Lavrov, de oude rot in diplomatieke zin. En die zeker meer dan 40 jaar ervaring als diplomaat heeft. Een enorme dossierkennis heeft. Een enorme kennis heeft van allerlei verdragen. Die man die probeert, die reist de hele wereld af. En die probeert overal in de wereld, probeert hij niet alleen de benodigde grondstoffen voor Rusland te krijgen. Maar hij is ook bezig om allerlei verdragen te sluiten. In het kader van BRICS en de vergroting van de BRICS-landen. U weet BRICS, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Ook Frankrijk heeft daar gevraagd naar een waarnemersstatus. Dat is niet in dank afgenomen in het Westen. Maar Frankrijk heeft dat toch gedaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Of zij misschien zelf daar aansluiting bij willen hebben. En plotsklaps, maar dat is een correlatie en geen causale verband, is er een aardbeving op 10 kilometer diepte in Zuid-Frankrijk ontstaan. Goed. Nog even terug naar wat er nu gebeurd is. Je ziet dat die meneer Yevgeny Prigozhin, die was het natuurlijk zat dat hij gebombardeerd werd. Die was het al zat, de Russische bureaucratie van die generaal en de minister van Defensie. En die dacht, weet je wat, ik ben steeds populairder geworden. Misschien ben ik wel de opvolger van meneer Poetin. Laat ik eens optrekken naar Moskou. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij is tot in Rostov aan de Don is hij hier gekomen. Daar zijn wat schermutselingen geweest. Het Kremlin heeft erop gereageerd dat zij muiterij, dat ze dat niet zou tolereren. Dat meneer Prigozhin vervolgd zou worden wegens muiterij en verraad aan de staat. Hoe moeten we dat nou zien? Is dat nou echt werkelijk het geval? Of is dat een politieke marchandatie die er is tussen die Prigozhin en die twee, Shoigu en Gerasimov? Is dat nou een soort sparen van de kool en de geiten die Poetin daar gedaan heeft? Of in ieder geval is er gezegd dat die opmars naar Moskou dat die beëindigd is, dat daarmee dus de muiterij beëindigd is. En er wordt beweerd, maar ik kan het niet controleren, dat Prigozhin die muiterij alleen maar zou beëindigen als Shoigu en Gerasimov zouden aftreden als leiders van de Russische operatie in Oekraïne. Of dat zo is, weet ik niet. Wat wel duidelijk is, is dat Wagner te huis heeft gevonden met hun commandant, meneer Prigozhin, in Belarus. Daar zit een leider die ook zonder meer tot de dictators gerekend kan worden, meneer Lukashenko. En die heeft ook te maken met heel veel problemen in het land. En ik denk dat hij bij zichzelf gedacht heeft, nou, zo'n troep als Wagner, dat kan mij nog wel eens van pas komen. Ook al gezien het feit dat
Oekraïne een landenbond gesloten heeft met Polen. En daar is meneer Lukashenko denk ik erg bedeesd voor. Het zou kunnen betekenen dat Polen op enig moment besluit om als de bevrijder van Oekraïne op te treden, West-Oekraïne intrekt. En ja, dat zal Lukashenko niet accepteren. En die zal dan ongetwijfeld vanuit het noorden proberen de Polen te verhinderen om dat verder te doen. Bijzonder die huursoldaten. Dat is natuurlijk een heel bijzonder gegeven. Die bestaan er al heel erg lang, huursoldaten. Ik roep u in herinnering dat Carthago in het huidige Tunesië al gebruik maakte van huursoldaten. Maar ook de Grieken die hebben gebruik gemaakt van Baltische huurlingen tegen Carthago. In de 15e eeuw in Italië zijn er de ondernemers ontstaan. Die werden de condottieri genoemd. En dat waren dus ondernemers die ook van dit soort soldaten onder zich namen, in dienst namen en die inzetten bij opdrachtgevers die dat konden gebruiken. Condottieri. Verder hebben we in Zwitserland en in Duitsland hebben we de zogenaamde landsknechten gekregen. In Zwitserland, toen het misère was in Zwitserland, gingen arme burgers en boeren, die gingen tussen de 14e en de 16e eeuw, en traden ze in dienst van het buitenland. Werden er ook wel de pikeniers genoemd. Een rudiment wat daarvan overgebleven is van die Zwitsers, waarvan in die tijd gezegd wordt geen geld, geen Zwitsers, is de garde, de Zwitserse garde in het Vaticaan, en wat ook een huurlingeneenheid is. En die beschermen vanzelfsprekend het Vaticaan. Dat het soms ongelooflijk mis kan gaan met huurlingen, je ziet dat nu in Rusland, maar dat is al eerder gebeurd. Caesar heeft ooit de Rubicon overgestoken. U weet, die Rubicon is een riviertje in Noord-Italië. Die uitmondt ergens in de buurt van Ravenna, die ongeveer west-oost loopt. En er is dus in het oude Rome is er verordeneerd dat een legioen niet de Rubicon mocht oversteken, omdat dan Rome en de Senaat in gevaar zouden kunnen komen. Er waren natuurlijk veel van die hele populaire legionair-generaals die makkelijk het decadente boeltje in Rome konden oprollen. En dat trekken over die Rubicon was dan een pas. De teerling is geworpen, zei men daarbij. En dat betekent dat er dan geen weg meer terug was en dat zo'n generaal dus eigenlijk een soort coup d'état aan het plannen was. Zo is er ook in 1487 is er onder leiding van ridder Georg van Freudsberg is er ook een muiterij ontstaan. Karel III van Bourbon die is naar Rome opgetrokken omdat er aan zijn Duitse landsknechten niet werd betaald. En ja, toen gingen we maar Rome plunderen om toch een betaling voor onze geleverde diensten te krijgen. Zo ging dat in die tijd. Nou, verder is het ook zo dat je moet rekenen dat militairen die eenmaal in oorlogsomstandigheden geweest zijn en geslapen hebben op de grond en onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd, heel erg moeilijk terug kunnen in de burgermaatschappij. En dat zijn dus eigenlijk ook die militairen die militair geweest zijn, veteranen geweest zijn, die het op de een of andere manier in een normale baan met hele andere regels tussen mannen en tussen kameraden het niet meer kunnen vinden. De kameraadschap en het gaan tot in de dood voor iemand die je buddy is, dat is in de burgermaatschappij natuurlijk een vrijwel onbekend fenomeen. Dus veel van die mannen die kunnen het gewoon niet meer vinden in de samenleving en kiezen er dan maar voor om na hun diensttijd om huurling te worden. Overigens is dat PMC Wagner is niet alleen in Rusland een fenomeen. Dat zit ook in Afrika, doet dat zaken. En, de Verenigde Staten hebben dat overigens ook. Daar is een private contractor die Blackwater heette, ook toevallig. U ziet het, ik maak al een Freudiaanse verspreking. Maar het heet Blackwater, genaamd naar het water in een moeras waar zij hun trainingsfaciliteit hebben.
Daar hebben ze een grote moeras gekocht en daar is het water zo donker van het turf dat ze dat Blackwater genoemd hebben. Dat Blackwater, dat is dus een private contractor en die hebben zich ook schuldig gemaakt aan het martelen op zogenaamde black sites van de Verenigde Staten. In 2014 is dat gefuseerd met Academy en is het Constellis Holdings geworden, Triple Canopy. En het heet nu XA Services. En ook daar zie je dus dat er soldaten worden ingezet en gehuurd. En ja, dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want je ziet dus dat er op een bepaald moment het kan ontstaan dat de regering die zij de opdracht, van wie ze de opdracht gekregen hebben, het niet meer in de hand hebben. En het is eigenlijk een privatisering van iets wat bij de overheid hoort, de zwaardmachten van de overheid. En ja, dat geeft gewoon een groot gevaar. Nou, dan wil ik tot slot wil ik nog een aantal overwegingen met u bespreken over wat er nou eigenlijk in Oekraïne op dit moment aan de hand is. En ook aan de voorafgaande overwegingen ten aanzien van de pijplijn. U heeft het gezien, ik vind het volstrekte kullekoek. De Russen die hebben die kerncentrales van Zaporizhzhia hebben ze in hun bezit. En dan begint meneer Zelensky te brullen dat de Russen een voorbereiding hebben voor een terroristische aanslag op die nucleaire installaties. Nou, dat gelooft natuurlijk helemaal niemand dat de Russen dat gaan doen. U weet nog wat er gebeurd is bij Tsjernobyl. En wat voor moeite het daar gekost heeft en wat voor mensenleven het gekost heeft om dat te doen. Maar meneer Zelensky, dat is toch wel iemand die aanslagen voorbereidt. We hebben het gezien ten aanzien van de dam. Hebben we gezien dat de Oekraïne die dam regelmatig beschoten heeft, geoefend heeft met HIMARS raketten en dergelijke. En het lijkt ongelooflijk onwaarschijnlijk dat de Russen, die ook een groot gedeelte van hun eigen territorium onder hebben zien lopen en hun mijnenvelden hebben zien onderlopen, dat die achter het opblazen van de dam zitten. Maar er zijn nog meer fenomenen die ook aan de Oekraïnse kant liggen. Ik roep u maar dat even in herinnering. Op 8 oktober 2022 is er de explosie geweest op de Krimbrug. U weet het, dat is de verbinding tussen het Russische vasteland en de Krim. Waarbij 3 doden te betreuren waren. Er is de raket die op het Pools grondgebied viel en die 2 mensen doodde op 15 november 2022. Er is de Nord Stream pipelines die zijn geëxplodeerd op 26 september 2022. Er is een aanval geweest met drones op het Kremlin. Ja, nog even over de pipelines dan maar. Wist u dat er in de Oostzee op verschillende plekken geweldige munitiedumps zijn? Geweldige munitiedumps. Er is na de Tweede Wereldoorlog maar liefst 276.000 ton bommen, granaten, mijnen en chemische wapens in de Oostzee gedumpt. Er is een conferentie in Potsdam geweest in 1945 die dat legitimeerde. In de Oostzee zijn met name in het Bornholmbekken, op zo'n 105 meter diep, zijn er ongelooflijke dumps geweest. En ook in het Gutland bassin. En dat is veel dieper, daar is een diepte van maar liefst 459 meter. Nu wil het dat er ook gifgas ligt, gifgas van het mosterdgas, chemische oorlogsvoeringswapens, en dat is daar gewoon in containers, in vaten, in oliedrums en dergelijke, is dat daar neergestort. Maar er zijn ook complete artilleriecontainers met artilleriegranaten zijn er gedumpt. Dus die explosies die er plaatsgevonden hebben, je moet maar eens even op de kaartjes kijken die hierbij gevoegd zijn, dan zie je dat die niet zo ver af zijn van de plek waar die dumps hebben plaatsgevonden. En dat maakt het eigenlijk extra gevaarlijk, want het had dus heel gemakkelijk zo kunnen zijn dat er met de explosies om de Nord Stream pijplijn op te blazen, dat er ook die dumps in gevaar kwamen en dat er nog een kettingreactie zou komen, waarmee er dus chemisch afval
en chemische wapens in de atmosfeer en in de zee zou komen. Nou, inmiddels is het al bekend dat er een heleboel Deense en Zweedse vissermannen aan een ernstige vorm van kanker lijden en dat dat dus ook heel vaak voorkomt. Want ja, die vissen daar in die Oostzee en die halen hun netten boven en krijgen dus aanraking met die stoffen. Nou, nog even de redenen. Mee aan blinken, it's done. Er was ook nog een bedankje van een Poolse politicus. Die zei van bedankt dat jullie dit even gedaan hebben. Dan is er het belang van de Verenigde Staten. Nou, de Verenigde Staten hebben natuurlijk ongelooflijke belang bij het leveren van hun eigen LPG-gas. De doorvoerrechten van de Oekraïne die zouden tenieten gaan met die Nord Stream. De Oekraïne die verdiende miljarden aan de doorvoerrechten van dit gas uit Rusland naar West-Europa. Verdienen daar miljarden aan. Door die Nord Stream pijplijn zouden ze die inkomsten zouden ze dus mislopen. Nou, ik herinner je nog even aan de bedreiging die allerlei bedrijven gekregen hebben die bezig waren met de aanleg van de Nord Stream pijplijn. De Amerikanen hebben die bedrijven bedreigd en gezegd, als jullie niet ophouden met het werken aan deze pijplijn, dan krijgen jullie nooit meer opdrachten van de Amerikaanse overheid en dan zullen we niet rusten voordat jullie te gronden zijn gebracht. Dus die bedreiging, dan zie je ook wie dus kennelijk er belang bij heeft dat die pijplijn niet tot stand komt. Biden, die in dat beroemde interview met een journaliste gezegd heeft, als Rusland Oekraïne binnenvalt, dan is er geen Nord Stream 2 pijplijn meer. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Possibly this is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together, and we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Will you commit today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it. You haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united and we will not taking different steps. We will do the same steps and they will be very, very hard to Russia and they should understand. We hebben nog een volgend punt en dat zijn de belangen van de Biden-familie in Burisma, die gas- en oliefirma in Oekraïne, waar allerlei duistere zaakjes gedaan waren. Dan is er ook nog de Nederlandse geheime diensten die waren op de hoogte van het feit dat Oekraïne al in juni op de hoogte van het feit dat Oekraïne plande om deze pijplijnen op te blazen. Natuurlijk met de goedkeuring van het Westen, want anders zouden ze daar niet toe in staat zijn geweest, neem ik aan. En ook niet dat niet gedurfd hebben. Nou ja, en verder hebben we gezien dat in de eerste aanleg na de explosies werden de Russen die werden even beschuldigd van het opblazen van hun eigen pijplijn. Maar dat hield al heel snel op. En ja, nadien is daar ook niet meer over gerept. Maar wat we wel hebben kunnen zien is dat Zweden en Denemarken en Polen en Duitsland kennelijk over informatie beschikten die zodanig was dat het dus, hun staten zou kunnen beschuldigen en verder dus geen mededelingen wilde doen over de werkelijke toedracht van het opblazen van die. Dat ten aanzien van die pijplijn, ik wilde u dat nog maar even in gedachten roepen. Dat is een heel, heel belangrijk gebeuren. Dat is een terroristische aanslag, dat is het vernielen van de Europese infrastructuur. En in Duitsland is het nu zo dat maar liefst 30% van het benodigde gas het afgelopen jaar en de afgelopen winter uit Nederland afkomstig is. Nu heeft de regering besloten om in 1 oktober aanstaande om die gasvelden in Nederland definitief te sluiten. En dat betekent dus dat Rusland of dat Duitsland geen gas meer uit Nederland krijgt. Nou, daarmee zijn ze aan de goden overgelaten de komende winter en zal Duitsland dus heel snel wegzinken als industriestaat. Een zeer droevige gebeuren en een zeer ernstige zaak voor Nederland.
Maar u weet hoe ik daarover denk en wat de werkelijke oorzaken is die daarachter zitten. En dus verbaast dat allemaal niet. Hier wil ik het bij laten. Ik wens u een fijne zondag en ik wens u ook al het goede waar u ook bent. En ik dank u voor uw aandacht en ik hoop u de volgende keer weer te zien.